Het is feest bij de broers Harald en Herbert. Al hun vrienden uit de duiversport zijn naar Sipculo gekomen om het record van Caballero te vieren. Dit is hem, de Caballero. Je begint ook meteen helemaal te glunderen. Ja, dus ik kreeg als eerste het kippenvelmoment dat je hem ziet zitten. Dat je denkt, ja, je gelooft het niet. Dat hij zo'n enorme snelheid heeft gemaakt. Dat het toch wel echt uniek is. 2-1, los! Zaterdag vertrok Caballero samen met duizenden andere postduiven vanuit Frankrijk. 2:17 later landde hij weer in Sipculo, 300 kilometer verderop. Dat betekent dat hij 143,3 kilometer per uur heeft gevlogen. Het oude record stond op 143 kilometer per uur. Maar het komt er dus ook op neer dat hij eigenlijk gewoon heel graag naar huis wil. Absoluut. Ja, anders had hij dat niet zo snel gevlogen. We hebben een heel goed nest, hij is gek met zijn vrouwtje en hij is gek op zijn hok. Dus hij wil graag naar huis. En dat doet hij in recordtempo. En deze keer in recordtempo inderdaad. Zo snel reed ik niet. Komt er nog een huldiging? Ja, zoals je kunt zien, de huldiging. We hebben een aantal duivenvrienden natuurlijk. Vanmorgen kwamen ze in één keer aanrijden. En dat is toch het mooiste wat je eigenlijk kan overkomen, zeg maar. Dat het ook samen weer gevierd wordt. Ja, we denken van zoiets apart, daar moeten we toch even iets apart voor doen. Dat is gewoon een unieke prestatie. Dus trots, maar ook een beetje jaloers. Ja, jaloers natuurlijk voor hun. Het is een van mijn beste kameraden, dus ik gun het hun van harte. Echt. Maar ja, natuurlijk, stiekem wil je het ook graag zelf wel.